Lig je lekker in je bedje? Ja, ik kom er nu wel uit vandaag. NOS. Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Ja, dan moet ik natuurlijk wel zitten, Marjan Vos. Oké, dan ga ik jou. Valpartij wordt gemeld in het peloton. Inderdaad, we zien daar mij. Een hele goede morgen. Het is maandagmorgen, een nieuwe ronde, een nieuwe week, nieuwe kansen. En we beginnen eventjes in stijl bij La Fabrica met een ontbijtje. Ik heb de breakfast bowl, Jasper's bagel. Ro, wat doe je? Avocado toast, eggs. Bon appétit, guys. Onze allerlaatste rit in Girona en we staan beneden bij de Sangrau. We zijn net omhoog gereden. Eindelijk aan de kust, Jas. Zo, mooi hè. Het is lang geleden voor mij. Park het altijd dat ik hier reed. Zeker, zeker. Mooi hier hè. Wel tof als je uit het binnenland komt en dan in één keer over die berg die je zee ziet. Vet hè. Ja. Ik vond het ook echt mooi. Yes, we zijn weer thuis! Jasper is even de fiets in de auto aan het zetten en ik wil jullie heel graag dit laten zien. Ik heb namelijk alle posten eventjes opengemaakt. De allereerste die ik openmaakte is deze brief. En die komt uit Australië van mijn beste vriendjes Joris en René die op wereldreis zijn. Stickervelletje. Echt top. En daarnaast een cadeautje gekregen. Echt heel leuk van Koershoesje. Namelijk, even een supermooi doosje. Kijk, maar hier ben ik echt blij mee. Thanks Koershoesjes. We zitten te eten bij de Van. Geen maandagavond, dinsdagavond, maar wel gewoon mee eten. Maar ik heb zelf gekookt risotto. Lekker jongens? Ja, het is heerlijk. Het mag vaker gekookt worden hoor. Jos, is dit sarcastisch of wat? Nee, is toch. Oké, want hij gaf me net namelijk een complimentje. Hij zei dat ik altijd heel lekker risotto maak. Ja, maar jullie lachen op de vlog, dan komt het niet gemeend over. Nee, eerlijk is eerlijk. Zo voor mij een beetje gek. Ik zie je dan maar kijken. Ik voel me ook wel een tikje naakt. Niet echt naakt natuurlijk. Nee, niet echt naakt. Ben je bezig met je favoriete hobby? Dit is waarvoor ik in dienst ben bij Jasper. Koken, schoonmaken, opruimen. Jas, tevreden? Ja, zeer tevreden, zeer tevreden. Okay. Ja, jongens, ik zit hier op de fiets hoor. Het is wel een uurtje losrijden vandaag. Dus het is nog niet volle bak, maar het gaat wel goed, hè, Fem? Ja, echt blij dat ik weer kan trainen. Wedstrijden. Nou ja, nog even anderhalve week, twee weken wachten. Ja, eerst trainen. We zijn losrijden een uurtje en vanmiddag ga ik naar Vlaanderen. We zijn aangekomen in Roeselare en morgen gaan we verkennen, want zondag is de Ronde van Vlaanderen. Maroemi, Eve, de ster van de vlog ook wel. Geniet er extra van, lieve mensen, dat ze deze week nog in de vlog zit, want ik ga haar een tijd niet zien. Nee. We hebben precies een ander wedstrijdprogramma. Even, hoeveelste keer is dit dat je Vlaanderen gaat rijden? Ja, tweede keer. Toch? Tweede keer? Ja. Het wordt ook mijn tweede keer. Ik heb hem vorig jaar voor het eerst gereden. Je hebt de verkenning gedaan. Ja. Hij is wel weer iets veranderd, hè? Dit jaar geen Pottelberg, maar wel de Taaienberg. Ja.
pittig klimmetje, Tijberg. Zeker, ja. En je komt ook heel lastig aangereden. Vanuit stilstand mag je hem oprijden. Ja? Dus dat maakt nog wel extra lastig. Extra pittig. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Morgen gaan we even losrijden en hebben we natuurlijk de presentatie, wat altijd echt super leuk is, in Oudenaarde. En we zitten nu eventjes Flikker Maastricht te kijken. We hebben losgereden en we zijn aan het wachten op de lunch. We gaan eventjes Volta Limburg Classic kijken. Eef, lekker losgereden? Dat was mooi netje. Lig je lekker in je bedje? Ja, kom er nu wel uit vandaag. Heerlijk. Ik ben dit dol op. We zijn aangekomen in Oudenaarde voor de ploegpresentatie. En ondertussen is hier de tourversie gaande. Kijk. Wat heb jij nou? Nieuwe schoenen? Nieuwe schoenen. Waar zijn die van? CCC! Kijk, dat is het voordeel als je schoenen sponsoren hebt. Krijgen we een paar keer per jaar een nieuw gympies cadeau. Was dat erin? Ja, zeker. Nou, jij weer een bofkont, hè. Ik had wel even zwarte sokken aan kunnen trekken. Ja, witte sokken aan. Tjoh, wat een voorbereiding. Nee? Ik wel. Slecht voorbereid, hè. Hé, hey Eef, over een paar jaar rijden we hier. Rijden we niet meer op de zondag, dan mogen we op de zaterdag. Gezellig met al deze mensen. NOS! Thomas van CCC! De dames in het oranje morgen, de dames van CCC Lief. Met de muziek die het helpt te begeleiden. Straks op met het applaus voor deze zondags. Hier komt ze. Ik voel het van mijn woorden aan. Staat nadeel van het gegeven morgen. De rest wil ook nog wat. Ja, maar dat is ook het mooie. Ik denk dat dit een ja. Dames en heren, applaus ook voor haar teamgenoten van het CCC Lifting. Good luck, ladies. Dat is leuk. Ja. Nummer 22, morgen. Nikki. En Anna op het boek. En dit is ons schema voor morgen. Lange Munten, Lipoven, Paddenstraat, Achterberg, Hagelhoek, Leeuwberg. Berendries, Tembos, een muur, Canarieberg, Tarijenberg, Kruisberg, Rotonde of zo, Oudekwarenwand, Paterberg, 160, Wienisch in Oudenaarde en 8 kilometer neutralisatie, lieve mensen. Amai. We komen in Oudenaarde en het is druk voor de bus. Goedemorgen, we zijn er klaar voor. Kijk, en ik dacht dat ik vandaag geen fans had, maar ik heb toch een soort van speciale fans. Toch, ik doe even alsof jullie speciaal voor mij komen. Ja, speciaal voor jou, uiteraard. Uiteraard speciaal voor jou, dat weet je toch. Waar gaan jullie vandaag staan? Waar gaan we staan? Dat is chauffeur. Paddenstraat gaan we staan, Houton gaan we staan, Leeuwberg gaan we staan, Muur van Gerritsberg gaan we staan. Chili. Daar komen we nog eens. Dat gaan jullie zien, sowieso. En we zien je vooraan. Onderweg naar start. Klaar voor? Zeker. Goedemorgen José. Goedemorgen Rianne. Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Ja, dan moet ik natuurlijk wel zitten van Jan Vos. Maar ik denk aan Ene Pieters. Ja, ja, dat is mijn trainingsmaatje en die schat ik ook heel hoog in vandaag. Of het wordt weer een Ellen van Dijk shirt. Het wordt gewoon een Nederlandse winnaar. Spannend. Ja, succes. Dankjewel. Het zou mooi zijn dat je als een van de hele, want ze zijn er wel, hè, de tweede keer op rij deze prachtige zou kunnen winnen.
Het is van binnen als een hoop verleden. Weet je dat nog? Oké, okay, leuk. Kijk eens aan. De taalde ronde van Vlaanderen. En ja, het is gewoon wat zomerkoers. Dus dan sta je echt de zonkoers weer aan de start. Oké, okay, nou dank je wel. Snel laten. 10 minuten voor de start. Eve. De ploeg van Sophie de Vuist ook. Ja. Ja, valpartij wordt gemeld in het peloton. Inderdaad, we zien daar met, even kijken, nummer 200, nee, met 22 is dat Rianne Marcus. Ja, staat aan de grond genaakt. Als ik mijn moeder vraag om ijs te pakken. En als ik mijn vader vraag om ijs te pakken. Om te koelen. Pap, hoe noem je dat? Achterafje. Een achterafje. Te laat om te koelen nu. Ik ben BFV'er, hè, dus ik weet het. Ik moet inwendig koelen. Poeder is een hoop geweest vandaag, lieve mensen. Ik heb op zich hebben we echt als team super goed gereden, maar we zijn wel echt best wel wat pech tegengekomen. Ik heb zelf helaas 3 keer wat pech gehad in de wedstrijd, maar daarnaast ook nog gevallen. En dat was vlak voor de Canarieberg eigenlijk, op het moment dat je weet dat het gaat gebeuren. Kwam ik wel terug onderaan de Canarieberg, maar ja, ik kon gewoon echt niet meer van vol komen. Dus mijn koers was daar wel een beetje afgelopen. Toen viel Ashley in de afdaling, echt behoorlijk hard. En Marianne die zat gewoon bij uiteindelijk de 3... meiden die wegbleven, maar die reed lek op de Quaremont. Dus dat was ook echt vieze domper. Verder, ja, ik zal jullie even laten zien. Ik hoop dat je het een beetje kan zien op de vlog. Maar dit is best wel dik. Dit is de schade. Een voorblad in mijn been gekregen. Hier is het al diep. En dit is dus vooral echt super dik. Dus ik denk, ja, als ploeg zijn, dan kunnen we wel tevreden zijn over hoe we hebben gereden. Alleen, ja, gewoon echt geen mossel gehad vandaag.